Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Michiel Otten met La Rabassière. Colline de Bourdique. Een coöperatie, min of meer, van wijnboeren in het zuiden van Frankrijk. Ergens in de buurt van Nîmes is het bedrijf gesitueerd. En de boeren zijn samen eigenaar van het bedrijf, aandeelhouders. Voorheen maakten ze alles en vrac, oftewel in bulkvorm. En hielden ze eigenlijk niks voor zichzelf. Een aantal jaren geleden hebben ze besloten om alles zelf te gaan vinifiëren, zelf te verbouwen en alle wijnen zelf te bottelen. Deze wijn, genaamd La Rabassière, komt iets noordelijker uit de Provence-kant waar de truffelgronden staan en liggen. Vlak bij het plaatsje d'Uzès. De klimatologische omstandigheden van deze wijn hebben veel weg van een witte Châteauneuf of van de Châteauneuf du Pape gronden. Qua bodem, klimatologische gesteldheid. Het is ook wat warmer dan in de rest van Frankrijk. Grote stenen zorgen in de nacht voor de opwarming van de bodem, die hun beschermt tegen vorst of andere vervelende dingen. Een prachtige haast goudgele kleur. De wijn is uit 2011, wat je eigenlijk niet zult verwachten bij witte wijnen, omdat je die meestal juist jong hoort te drinken. Deze wijn daarentegen is de bedoeling dat je juist wat ouder drinkt. En sterker nog, 2011 is voor deze wijn nog fris en hartstikke jong. In de geur, niet echt truffels, maar wel kruidig, een beetje aards. Roomboter. En een volle, zachte smaak. Een beetje houtrijping erin. Stokbrood. Mooi. Wat erin zit in deze blend is een blend van 40% Viognier, 30% Roussanne en 30% Grenache Blanc. Al die druiven worden apart gefinifieerd tot wijn. En een deel daarvan gaat een aantal maanden op eiken. Vervolgens wordt de blend samengevoegd als één geheel, als La Rabassière. En wordt vervolgens nog een aantal maanden op fust afgerijpt. Een hele bijzondere witte wijn, die prijstechnisch gezien veel interessanter is dan een witte Châteauneuf bijvoorbeeld. En die heel goed is met truffelachtige paddenstoelen, hele bijzondere herfstgerechten. Smakelijk eten.